Nou, hier zat dus een pad, maar er is niet veel meer van over. Kijk, boompjes kun je vinden, elzen. En die moet je juist niet hebben, die moet je verwijderen. Hapsee! Een jungle. Dat omschrijft de staat van de heemtuin momenteel het best. Overal ligt ook troep het hele onderhoud. Er is gewoon heel weinig onderhoud, straks aan snoeien en dat soort dingen. Paden zijn zelfs niet meer begaanbaar. Al ruim 12 jaar is er nauwelijks iets aan de tuin gedaan. Dat is net zo lang als dat Hans Bleken met pensioen is. Hij onderhield namens de gemeente de tuin en stak er daarnaast ook de nodige vrije uurtjes in. Eigenlijk loop ik hier rond met een bloedend hart. Mag je gerust al weten. Ik ga er al expres eigenlijk niet te vaak doorheen. Want ik vind het niet zoals ik het graag had willen zien. Iets meer onderhoud had toch wel gemogen. Hier is het bruggetje. Nu is hij in elkaar gestort. Ooit stonden er ruim 200 verschillende planten. Waaronder orchideeën. De trots van Hans. Omdat die heel moeilijk groeien in de natuur. En nu? Alleen maar gras en klaver. Nee. Ik kan ze niet meer terugvinden. Zelfs geen spoortje? Zelfs geen blaadje. Bart heeft zijn frustratie bij de gemeente geuit. Hij hoopt dat die de handschoen oppakt. Het zou in ieder geval mooi zijn als het weer een mooi park wordt hier. Of het nou een heemtuin wordt of een gewoon park, daar moet dan nog naar gekeken worden. Maar het moet in ieder geval weer opgeknapt worden, dan is het helemaal niks.